bijvoorbeeld ziet als klimaatverandering. Het komt eraan, het is een gegeven. En als we dat tegen willen gaan, als we iets aan willen doen, moeten we dat klimaat bijvoorbeeld gaan beprijzen. Moeten we op een hele andere manier gaan rekenen. Moeten we op een hele andere manier gaan samenwerken. Krachten bundelen. De politiek en het bedrijfsleven samen een plan maken van hoe ziet dat eruit. Bij voorkeur op Europese schaal. Dat voelen we allemaal. Maar deze leiders in het bedrijfsleven, ik noem ze gekscherend een beetje slimme schapen. Wat zijn dat, slimme schapen? De slimme schapen zijn managers vooral. Die hebben geleerd op een bepaalde manier binnen de lijntjes te kleuren. En als je als beste binnen de lijntjes kleurt, maak je carrière. Ze zijn altijd in control, willen voorspellingen doen die uitkomen. En dan win je, hè, want Nou, en die slimme schapen die zijn niet in staat om uit de kudde te gaan. En wat we nu nodig hebben zijn mensen met verbeelding. Mm. Mensen met moed, hè, om te zeggen, oké, we gaan echt nu samen proberen het op een andere manier in te richten. En daarin voorop durven te lopen. Nou, dat vinden ze ongelooflijk ingewikkeld.